Nou, welkom Joep. Ja, welkom Leon. Vandaag voor mijn opleiding Sportgezondheid Management een interview. Voor de module Bestuur en Ethiek. Het interview richt zich op het ethisch dilemma, wat ik centraal heb gesteld. En daarvoor dacht ik eigenlijk aanwijzen voor de wijk. Heel goed. Met jou als projectleider. Ja. En het ethisch dilemma wat ik eigenlijk centraal wil stellen is met de vraag, is het ethisch verantwoord om wijken tot achterstandswijken te labelen? En uiteindelijk is natuurlijk het doel van dit interview om te achterhalen ja, wat wijzen voor de wijk, hoe daar tegenover staat en wat jouw mening daarvan is. Ja, allereerst eigenlijk, zou je kort uit kunnen leggen wat gewoon Stichting voor de Wijk, voor de Wijk even samenvat het inhoud en wat ze doen? Ja, nou heel kort, wij zijn 3 jaar geleden opgericht door 6 partijen, waaronder dus ook een 7 bij zijn aangesloten, met het doel de leefbaarheid in Nijmegen en omstreken te vergroten. En dat doen we eigenlijk door middel van de thema's sport, gezondheid en veiligheid. Ja. En we zetten voetballers van NEC vaak in als rolmodel. Dus we hebben eigenlijk veel projecten op het gebied van gezondheid of racisme. Ja. Eigenlijk heel veel sport ook. Sport is natuurlijk een hele logische combinatie met NEC. Ja. En vaak komen de vragen ook vanuit de woningcorporatiewereld of vanuit de gemeente bijvoorbeeld. Okay. En daar zetten we dan projecten voor. Okay. Inderdaad, kijk naar het ethisch dilemma met achterstandswijken. Mm-hmm. Even voor jou de vraag, wanneer is er in jouw ogen sprake van een achterstandswijk? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Kijk, we hebben in Hatert 1 Vogelaarwijk. Nou, die heeft inderdaad een stempel gekregen. Het is een krachtwijk of een prachtwijk, als je het ook noemen wil. Maar in mijn ogen is er bijvoorbeeld Neerbos en Meijers zijn eigenlijk ook achterstandswijken, als je het zo moet noemen. Ja, ja. En wanneer is een achterstandswijk? Ik denk dat als er veel overlast is, als er veel kinderen zijn die minder, of ja, kinderen zijn bijvoorbeeld die minder presteren op school of die veel overgewicht hebben. Veel armoede. En waarbij de lagere klasses van de bevolking oververtegenwoordigd zijn. Okay. Inderdaad, als je in de literatuur opzoekt, tenminste als ik gekeken heb, ook vanuit de gemeente Nijmegen. Ja. Hebben ze eigenlijk 5 wijken in Nijmegen die ze als achterstandswijk zien. Dat is Hatert, Neerbos-Oost, Dukenburg met Meijers erbij. Ja. En Heezeveld en Lindenhof. En de algemene kenmerken die jij als achterstandswijk ziet, is wat je zegt, armoede. Ja. Armoede in Nederland. Ja, je hebt inderdaad maar inderdaad veel bijstandsmensen, ook mensen zonder werk, veel werkloosheid. Minder gezond denk ik ook, gewoon minder ontwikkeld qua intelligentie misschien. Ja. Of misschien minder kans gehad om zich te ontwikkelen. Ja. Harder moeten strijden om een hogere klasse te komen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, de overheid duidt ook inderdaad altijd op de lage sociaal-economische status. Ja, dat is echt daarom wijken als achterstandswijken zien. Hoe denk jij er eigenlijk over? Zie jij achterstandswijken als er ook veel etnische minderheidsgroepen zijn? Dat is wel heel stigmatiserend. Kijk, allochtonen, die kunnen natuurlijk ook gewoon prima gezin hebben of gewoon prima alles op orde hebben. Ja. Alleen in de praktijk blijkt nu nog dat het vaak niet zo is. Hè? Dat ze het vaak gewoon minder voor elkaar hebben, om allerlei redenen. Ik zou niet zeggen van als er veel allochtonen ergens wonen, dan is het gelijk een achterstandsbuurt. Maar ik vind dus niet dat je zegt van het is een achterstandsbuurt omdat er veel allochtonen wonen. Nee. Want hoe denk je zelf dat de allochtone jongeren bijvoorbeeld dat ervaren? Ik denk niet dat zij bezig zijn met wat is een achterstandsbuurt of niet. Nee. Zij zijn gewoon bezig met het is mijn buurt en ik ga hier lekker hangen. En daarom is er natuurlijk ook veel overlast. Je ziet de allochtonen, die zijn ook gewoon meer gewend om op straat te leven. En dat zie je natuurlijk ook in hun eigen cultuur. Daar leven mensen gewoon op straat en corrigeren mensen elkaar ook veel meer dan hier in Nederland. Dus daarom gaat het bijvoorbeeld ook, denk ik, dat is ook een van de redenen dat het minder goed gaat in veel wijken hier. Ja. Dat wordt niet gecorrigeerd. Vind je dan dat mensen uit de achterstandswijken zeg maar wel evenveel aandacht of kansen hebben dan de andere wijken in Nijmegen bijvoorbeeld? Of natuurlijk, iedereen heeft in principe dezelfde kansen. De setting van de wijk zal niet bepalend zijn voor welke kans je hebt. Ik denk wel dat de gezinnen die in die wijken leven, die bepalen natuurlijk of een wijk een achterstands is. Of een achterstandswijk is. Ja. En die gezinnen die hebben natuurlijk vaak lagere kansen. Of die hebben gewoon bijvoorbeeld geen werk of minder kans op werk. En daardoor zijn hun kansen uiteindelijk lager. Ja. Maar dat is niet omdat ze in een achterstandswijk leven. De optelsom van al die kleine kansen of al die mindere kansen, dat maakt de achterstandswijk een achterstandswijk. Ja, voor Wijstaan voor de Wijk even voor specifiek wat vragen. Leeft die term eigenlijk binnen Wijstaan voor de Wijk, achterstandswijk? Ja. Of, kijk, heel veel als wij bepalen wat voor projecten we willen gaan doen, waar ze dan op moeten slaan. Nou, ik zeg net al, wij zijn eigenlijk opgericht om de leefbaarheid in Nijmegen te vergroten en de regio. Ja.
Vaak komt dat natuurlijk ook neer op overlast verminderen of op gezondheid verbeteren bijvoorbeeld. Maar ja, waar moet je overlast verminderen? In wijken waar overlast is. Ja. En dat komt natuurlijk vaak neer op achterstandswijken. Dus die term leeft vaak. Van de andere kant, bijvoorbeeld in Haaltijd, kiezen wij er ook bewust voor om minder te doen, omdat daar al zoveel geld heen gaat. De Vogelaar heeft natuurlijk gekozen om iedere wijk ook, weet ik veel, voor miljoen te geven om iets te kunnen doen, aan de term achterstandswijken. Ja. Ja, je ziet nu dat het van gekkigheid die de mensen niet meer wat ze moeten kiezen, zeg maar. Daar gebeurt zoveel. En daar kiezen wij dus voor om daar even niet veel te doen, zeg maar, of in ieder geval niet actief te gaan. Okay. Gewoon, het is niet zo dat wij een wijk gaan bestempelen van dit is een achterstandswijk. Dat is gewoon in de overleggen die je hebt, wordt het gewoon zo genoemd worden die termen snel aangehaald. Ik ben ook geen strijder van, ik wil niet meer dat etiket opgeplakt worden. Nee, okay. We weten ook gewoon allemaal waar we het over hebben. En als je het een achterstandsbuurt noemt of een buurt met minder kansen of wat dan ook. Ja. Uiteindelijk weten we allemaal waar we het over hebben. Dus. Ja, jullie spreken inderdaad steeds over de leefbaarheid in wijken vergroten. Ja. Kijken, zie je dat, wat versta jij precies onder de leefbaarheid vergroten en wijze van de wijk eigenlijk, wat jullie dan daaraan doen om dat te vergroten? Ja, wat ik daaronder versta, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Eigenlijk gewoon dat de sociale controle in een wijk zodanig is dat je elkaar kan aanspreken op dingen die niet goed gaan, ook op dingen die wel goed gaan. Dus als een jochie zich niet goed gedraagt, dan moet je eigenlijk kunnen zeggen, moet je eigenlijk met een ventje naar zijn ouders kunnen lopen en zeggen van joh, deze jongen die heeft net een ruit ingeslagen, weet ik veel wat. Ja. Weet je, op het moment dat dat aanwezig is, of dat je elkaar kent in de buurt, zal de controle beter worden, dan zal je waarschijnlijk een fijnere situatie krijgen in de wijk, zal je veiliger, dus mensen moeten zich eigenlijk veiliger kunnen voelen. En dat is volgens mij het grootste term, denk ik, veiligheid. Ik denk dat dat belangrijk is voor de leefbaarheid. En dat mensen elkaar durven aanspreken en ook weten wat er in de wijk leeft. Ja. Wat we daar dan zelf aan doen, we proberen gewoon om de mensen elkaar te laten leren kennen. Een voorbeeld waar ik ook meteen aan dacht was inderdaad de NEC Buurt Battle. Ja. Die richten jullie volgens mij ook op een aantal van die wijken die ik net noemde. De wijken die je in het begin noemde, daar hebben we ons in het alle begin mee, eigenlijk alleen voor die wijken, dus Lindel, Dukenburg, Heesveld, Neerbos, Hatert. Ja, dat zijn precies de wijken waar Voedsel Shabab zijn project doet. Vandaar, ik werk er samen met Voedsel Shabab nog steeds. Maar toen kozen we ervoor om alleen die wijken aan te spreken. Inmiddels hebben we het gewoon opengegooid voor heel Nijmegen. Okay. Maar in de praktijk zijn dat wel de wijken waar het ook het meeste leeft. En ik denk dat Willemskwartier hier ook leeft. Maar goed, dus we richten ons niet specifiek op die wijken. Maar goed, omdat de Voedsel Shabab daar heel actief is, komen daar meer deelnemers vandaan. Veel allochtonen meer opgenomen worden in bijvoorbeeld de wijk? Want ik kan me voorstellen dat zo'n wijk niet alleen bestaat uit allochtonen, ook het autochtone. Ja, dat is wel een mooie vraag. Ja, ik denk er wel eens over na. Want het is de meeste stemmers van de PVV, relatief gezien, komen uit Limburg. En terwijl de mensen allochtonen wonen. Ja. Dat is best wel bizar. Dus heel veel zie je in dorpen vaak voordelen over de allochtonen. En dat komt dus puur doordat ze elkaar niet kennen. Vind ik ook een doel van wijze voor de wijk. Leren elkaar nou eens kennen. Dus daar zie je dat kinderen dat eigenlijk helemaal niet zoveel interesseert. Je ziet dan natuurlijk steeds meer dat het allemaal, het is steeds meer een gewenningsproces. Dat er in Nederland gewoon echt een multiculturele samenleving is. En in zo'n wijk is dat natuurlijk ook zo. Kinderen die kennen elkaar gewoon niet. Maakt het ernaar uit bruin bent of donker of wat dan ook. Ja, vind je dat er extra focus op, in het begin zei je focus echt op 5 wijken ongeveer. Mm-hmm. Vond je dat die extra focus toen werkte op die wijken? Zag je ook echt dat verbetering bracht? Ja, weet je, dat is hartstikke moeilijk. Hè? Want kijk, wat ik net ook al zei, we hebben een onderzoek gedaan afgelopen jaar heeft de Universiteit van Tilburg gedaan over sociaal kapitaal. Dus we hebben jongeren van de buurbelt al meer sociaal kapitaal. Dus weten ze een beetje wat normen en waarden zijn. Dus snappen ze wat respect is en dergelijke. Ja. Het sociaal kapitaal, het bleek dus dat jongeren die wel deelnemen, de buurbattle, meer sociaal kapitaal hadden dan jongeren die niet daaraan deelnamen. Dat hebben ze in Breda en in Nijmegen onderzocht. Nou ja, dan kun je zeggen, het werkt. Het kan ook net een bepaald moment, een bepaalde tijd zijn dat je ergens iets gaat onderzoeken. Misschien is het, misschien met andere kinderen is weer een andere uitslag. Maar uiteindelijk weet je natuurlijk nooit of dit nou precies het project is of de activiteiten die maakt dat die kinderen anders gaan denken. Het kan dus goed zijn dat ze thuis net iets hebben meegemaakt waardoor ze misschien iets anders zijn gaan denken. Gedragsverandering is gewoon heel moeilijk te meten. Nee, dus je vindt ook eigenlijk dat deze projecten die Wijze voor de Wijk doet, voor alle wijken ook toegankelijk moeten zijn. Ja. Dus niet zozeer alleen voor de achterstandswijken. Ja. Nou ja, weet je, kijk wat je wel ziet. We hebben bijvoorbeeld ook scoren voor gezondheid. Om kinderen gezonder te maken eigenlijk. Ja. En daar hebben we ook, dat doen we samen met de GGD. En daar hebben we ook beleid gemaakt van we willen wel graag dat we die projecten terechtkomen op scholen waar het ook echt nodig is. Kijk, we hebben de afgelopen jaren
vanuit is dat eigenlijk landelijk geregeld. En dan was het eigenlijk wel meer van, joh, wie mee wil doen, doet mee. En het is fun. Ja. Alleen ik wil nu ook graag dat het ook wel nuttig is. En dat je ook echt ziet dat je iets bereikt. Ja. En nou ja, uiteindelijk kom je dat toch weer vaak in wijken terecht waar de achterstand is. Ja, kijk, worden die projecten die je eigenlijk Wijs voor de Wijk doet, worden die echt geïnitieerd omdat hier vanuit NEC of vanuit de visie zelf dat is ontstaan, dat ze dat wilden doen? Of is dat ook meer vanuit de overheid, dat moest gebeuren? Ja. Het is eigenlijk al een beetje een samenspraak. Vanuit NEC sowieso, dat antiracisme project hadden we hier al bij NEC, dus dat hebben we ook overgenomen. Scoren voor gezondheid ook. Maar dat zijn ook dingen die natuurlijk leven in de samenleving. Maar ondertussen, kijk, we hebben 7 partners, dus die kunnen allemaal iets zeggen van, joh, we willen graag dit of dat doen. Nou, dus daar komt het eigenlijk voornamelijk uit. Maar uiteindelijk doet het allemaal, komt het allemaal wel neer op het beleid wat ook een overheid maakte. Maar het is niet zo geweest dat de overheid heeft gezegd van, er moet in Nijmegen een project gestart worden? Dat is niet het geval geweest. Het is meer ook vanuit eigen initiatief Gelukkig wel, ja. Maar ja, goed, dat zei ik laatst bij jullie college geloof ik ook al. Ik vind het belangrijk dat je als club of als stichting in ieder geval niet gedwongen bent door de gemeente van, joh, we gaan geld in je club steken, maar ik verwacht ook iets maatschappelijks terug. Ja. Dan heb je een hele andere relatie met de gemeente. Als partij die zichzelf heeft opgezet en die zichzelf kan bedruipen, dus voor hun heel belangrijk natuurlijk, want daar zijn ze ook minder geld in kwijt. En dat je ook dingen doet die nuttig zijn. Ja. En dan heb je ze ook sneller, dan heb je ook snel om tafel om ook mee te werken. En misschien kunnen we straks wel, we werken ook met straatcoaches met hen. Dus we worden ook betaald door de gemeente. Ja, weet je, dat zijn de dingen die je dan makkelijker voor elkaar krijgen. Ja, meer een combinatie van. Het zou ook niet, tenminste met mijn ogen leek het ook niet goed als deze projecten inderdaad vanuit de overheid worden opgedragen. Nee, dan is het ook een andere insteek en heel je. Als zij de trekker zijn, dan ben jij gewoon. Dat zou niet goed zijn. Nu zijn wij de trekker. We komen een beetje aan het einde van het interview met een beetje een conclusie. Wat zijn in jouw ogen eigenlijk de juiste activiteiten om achterstandwijken aan te pakken? Nou, kijk, het is best wel moeilijk. Hè? Kijk, je hebt nou in het Willemskwartier, dat is ook een voormalige achterstandswijk, misschien ook wel steeds. Ik weet het niet. Maar daar hebben ze nu eigenlijk het beleid gemaakt dat er nu ook wat duurdere huizen gebouwd zijn. Dan kun je afvragen, is dat nou eigenlijk goed? Want die mensen die daar woonden, die kwamen dan weer ergens anders terecht. Dus dan moet je eigenlijk afvragen, waar komen die mensen terecht? Ja. En wil je dat? Stel dat je in de Oost juist minder dure huizen gaat bouwen, komen ze daar terecht? En heb je een spreiding van verschillende soorten klasses. Ja, is dat goed of is het niet goed? Ik vraag me dus altijd af, is het wel goed om in een wijk te gaan morrelen en te kijken wie waar moet gaan wonen? Oké. Jij denkt meer van, laat mensen op hun plek? Ja, misschien is dat helemaal niet zo slecht. En misschien moet je alleen zorgen dat je die mensen ook serieus neemt. Laat ze maar meedenken over wat ze zelf willen doen om hun wijk beter te maken. Ja. En dat is denk ik het belangrijkste. Dus wat willen die mensen zelf? Ja, inderdaad. Als ze een sociale hangplek willen, ja, dan moet je dat geven. Als ze juist geen kruifkoortje willen, moet je dat niet geven. Nee. Ja, dat zijn best wel dat zijn hele lastige kwesties natuurlijk. Maar goed, dus, en wat wij dan doen om daar, want je vraag was geloof ik, wat voor activiteit moet er plaatsvinden? Ja. Ja. Ik heb niet het antwoord, ik ben niet de alwetende, zeg maar. Dus de dingen die wij doen, daar sta ik gewoon achter. En ik denk dat we dat tot nu toe wel best goed doen. We kunnen ook nog een hele hoop beter doen. Ja. Alleen, ik denk als we zo doorgaan, dan dragen wij gewoon ons steentje bij in wat we daar kunnen verbeteren. Ja. Het is ook inderdaad de vraag, inderdaad, wanneer is, vindt iemand weer dat het een normale wijk is? Dat is ook dezelfde vraag. Ja. Kijk, wanneer noem je het een normale wijk? Ja, maar in die zin vind ik dat wel mooi dat je dat hebt opgezocht van de gemeente. Van wat vinden ze nou eigenlijk achterstandswijken? Nou, Willemskwartier bijvoorbeeld, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat is dus echt, blijkbaar is dat nu een normale wijk. Denk je dat op grond van de informatie waar we nou eigenlijk over gehad hebben, het zinvol is om wijken te labelen in principe? Of denk je dat het meer zo is ingebed dat het gewoon gebeurt? Het ligt misschien ook een beetje aan wie labelt een wijk. Ja. En wanneer is dat belangrijk? De stigmatisering, zo weer in Nederland, leeft ook een beetje zo. Hè? Altijd de stempeltjes drukken en daar kom je ook nooit meer vanaf. Nee, en dat is best wel ernstig. Ja, of dat goed is, weet ik niet. Mensen vinden het blijkbaar fijn om iets te benoemen en om het te kunnen plaatsen. Ja, nee. Uiteindelijk is het ook denk ik niet zo belangrijk hoe je het benoemt. Uiteindelijk gaat het wel over dat je in die wijken waar iets aan de hand is, dat je daar iets kan doen. Want als je dan zo kijkt, de voordeel van je eigen standpunt, in mijn ogen inderdaad dan ook, dat als iedereen het zo ziet, dat er ook niet meer zoveel aandacht wordt geschonken aan de term achterstandswijk. Ja, precies. Nou ja, weet je, kijk, misschien voor subsidiegevers of zo is dat wel vaak belangrijk. Van wat kun je er bereiken? Waarom zou ik mijn geld bij jou neerleggen? Wat kun je daar bereiken? Ja, dat is, dus in die zin hebben zij misschien wel een stempel nodig. Ja, kijk, het is wel handig om te gebruiken natuurlijk, omdat je dan weet, het gaat over wijken die minder zijn. Ja, het is gewoon een term. Ja.
als ik het een beetje samenvat, worden wijken in principe gelabeld, zeg maar, in jouw ogen. Dat gebeurt gewoon altijd, door de overheid ook. Ja. Alleen hecht je er zelf niet zoveel waarde aan. Wij snappen de wijk ook niet. De term gebruiken we, goed gebruikt. Maar dat was het ook, zeg maar. Ja. Wij snappen de wijk vindt in ieder geval dat de focus eigenlijk op alle wijken moet staan. Ja, wat daarbij belangrijk is, is de focus gaat er niet naar uit. We staan voor iedereen open. Alleen in de praktijk komt er wel vaak op neer dat je met dezelfde wijken bezig bent. Ja, dat wel of niet verstandig is om afstandswijken te labelen. In principe misschien wel, dat het dan vanuit jouw oogpunt makkelijker is om dan een term te geven. Weet je met hoeveel. Ja. Inderdaad, nog de waarde is inderdaad, we blijven het uiteindelijk bij gelijkwaardigheid. In principe zie je heel Nijmegen als gelijkwaardig. Ja. Ondergeacht achterstandswijk of niet. Ja. Nou, wil ik je bedanken voor dit interview. Ja, geen dank, Leon. Succes. Okay. Ja,